Een schitterende score natuurlijk. We kijken of hij dit kan evenaren of verbeteren. Nou, hier legt hij zijn visitekaart zo even neer. Weer een schitterend paard om te zien. Het wordt een probleem in de spin, maar het verloor zijn balans een beetje. Diep zitten. Dit is tegen niet wat hij wil hebben. De kleine foutjes, kan je die voorlopen als je weet dat iemand al een 2,28 heeft staan? Nee, dat zou moeilijk worden. Je mag eigenlijk gewoon geen fouten hebben op dit niveau. Maar dan nog, omdat er vier stops in zitten, dat is zeker specialiteit van dit paard. Kan hij nog een heel eind komen. Zijn podiumplaats nog zeker niet uitgesloten. Het is groot overprijsd hier. Dat is stuurt mooi. Dat is ook belangrijk. Paard netjes tussen de teugels loopt. Mooi, vloeiende, snelle cirkels. Een heel klein stuurprobleempje op het midden. De teugels is goed. Specialiteit van de paardenstops. Nee, dit gaat hij niet meer redden. Het paard loopt uit de stops en kan hem eigenlijk niet houden. Ja, en dan krijgen we misschien wel een volledig Amerikaans podium. Ja, dat zit er heel dik in. Daar zullen ze heel blij mee zijn. Het is ook moeilijk op dit moment, moet het paard het ook doen. Het is druk, warm geweest voor de paarden. Dus, het is geen excuus, maar het kan altijd wel iets zijn dat een paard met iets problemen heeft met iets. Het blijft altijd een moment op naam. Het paard heeft zeker een plus op de stops, dat is geen enkel probleem. Maar er kan maar net een klein probleempje in de balans komen waardoor je fouten maakt en waardoor je dan enorm veel punten verliest. En, hij weet het ook. Ja, dat gaat niet meer. Hij weet het. Hij straalt het ook uit. Dit is niet de blik van een winnaar. Dit is niet de reactie zoals we net zagen bij Tom McCutcheon die zijn hoed weggooide. Dit is de blik van iemand die weet dat hij hier een medaille heeft verspeeld. Ja. Ja, zo hard is topsport. Het is natuurlijk ook moeilijk voor de paarden die hier met 900 maar liefst naartoe zijn gekomen. Ja, hoe ga je ze allemaal onderbrengen? Kun je nagaan wat een organisatie, 1300 ruiters. Dit is ook iets wat natuurlijk nooit gebeurd is, zoveel ruiters of paarden die vervoerd zijn. 213? Ja, 213 over 71 punten. Gemiddeld.